blij ben jij met die nominatie van de 33 Masterchefs? Dat moet toch enorm veel deugd doen? Ja, enorm. Dat is een hele complete verrassing. Ik had dat totaal niet verwacht. Zeker als zo'n jonge persoon, een jonge vrouw. Dat voelt heel uniek en speciaal eigenlijk. Maar ik hoop ook wel dat dat juist aantrekt voor de andere vrouwen en de andere meisjes in hotelschool om echt hun doelen en hun passie werk te zetten. Wat ga je nu echt doen met die titel? Nog meer mensen aan te trekken, ook klanten toe, nog meer te laten inspireren door mij als jonge chef. Ik hoop gewoon dat het nog meer deuren opent en een mooie toekomstcarrière. Dankjewel Ellen en proficiat. Dankjewel. Quintin de Pape. Jij behoort nu tot de compagnie van de Top Blanche. Wat houdt dat precies in? Compagnie Top Blanche is een hele eer eigenlijk om bij aangesloten te worden. Dat zijn twee meters dat u uitnodigen om deel te nemen aan die compagnie. En dan ben jij eigenlijk voor je kandidaat gesteld om de titel meesterchef te mogen dragen. Quintin, jij bent al lang bezig in de topgastronomie. Je hebt een restaurant nu, het Wet van Napoleon, prachtige naam. Waar is dat gelegen? Dat is een zakenrol bestond. Ja, Napoleon is al even weg in onze konkij, maar dat ligt in Linden, Hooglinden. Een bloedkruid blijkbaar bij jou waar het niet gaan kan, hè? Dat is waar. Ik had daarvoor een andere taak. Een hele andere taak, maar ik kon het niet laten. En ik ben daar maar toch terug vol passie aan een nieuw restaurant. Oké. Mag je hartelijk proficiat wensen. Veel succes met het Wet van Napoleon. Dank u. En ik doe het eigenlijk ook gewoon omdat ik u nog eens zou zien, Sabine. Wat betekent dit voor jou? Voor mij is dat gewoon een hele grote eer voor al de jaren dat je inzet in je zaak. En dat dat ook geapprecieerd wordt, niet alleen door je team, niet door je klanten, maar ook door anderen. Dus ook mensen uit je eigen sector, dat is gewoon fantastisch. Michiel, wat ben je nu precies geworden binnen de Masterchefs? Ja, 33 Masterchef, ja. Ik ben zeer vereerd, maar zeer content eigenlijk. Die cape, ga je daar nu mee gaan floreren in Oostende? Dat is toch iets dat ik ga koesteren. Ik ga toch een plaatsje geven en dan gaat toch al jaarlijks in de kast komen voor halen die weer. Dus wat er goed voor zorgen. Ja. En hoe vind je tot nu toe de avond van de nacht van de 33? Ja, het is leuk. Je ziet heel veel mensen. Wij werken in de week heel veel. Net zoals de andere collega's hier. Ik heb wat bijpraat. Een keer ervaring uitwisselen. En de storm is een keer gaan liggen nu? Maar met een storm is het altijd goed. Hoe voel je? Ik voel me opgelucht dat alles goed verlopen is. We hebben een hele zware, niet een dag, niet een week, maanden achter de rug om dit georganiseerd te krijgen. Maar ja, de opkomst is enorm, is tof en we zijn heel tevreden. Alles loopt tot nu toe heel lekker. Heel die ceremonie natuurlijk, dat vraagt ook heel wat inspanning. Maar anderzijds, het is omdat het zo moet zijn. Die traditie hooghouden. Ja, we proberen mee te zijn met onze tijd natuurlijk, maar ja, het geeft toch een bepaald cachet en we voelen aan de leden die geïntroniseerd worden dat ze dat wel appreciëren. Het is een moment de gloire voor hen en voor ons ook eigenlijk. Je bent een trotse voorzitter? Ik ben een hele trotse voorzitter, ja.